OS Totnes is aan renovatie toe. De werkzaamheden zullen eind september beginnen. Tijdens het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi het afgelopen weekend deed schoolhoofd Margo Davids-Blackson wederom het verzoek voor renovatie. Het schoolgebouw heeft op vele plaatsen geen lampen, bepaalde lokalen hebben geen deuren en er is nog niet genoeg schoolmeubilair. Ze liet ook weten dat staatsolie bereid was gevonden de school te renoveren. Echter is er nog geen toestemming gegeven door het ministerie van Onderwijs. Het schoolhoofd zegt dat de leerkrachten proberen om goed onderwijs te geven. Echter laat het schoolgebouw te wensen over. Je hebt maar weinig onderwijsgevende gemotiveerd zijn. En daar de leerkrachten in zo'n situatie toch wel het best van zichzelf willen geven, dan zou je toch wel je afspraken nakomen. Jammer dat ik het zo moet zeggen, maar eerlijk is eerlijk. Ik hoop dat vanuit uw positie, dat u wat wil betekenen voor het kind. En erger nog het kind van voor u, want ook zij zijn de toekomst van morgen. Het ministerie had reeds toegezegd dat de renovatie van de school eind september zou beginnen en gefinancierd zou worden door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB. President Santokhi zegt de minister van Onderwijs eraan te zullen houden, zodat de renovatie daadwerkelijk deze maand begint. Ik ben niet de president, er wil A bezig zijn, gaat B bezig zijn, gaat C bezig zijn, structuur. Ik heb net gezegd, na dit contact, ik contact maak met de minister. Als er een lijn zijn, heb ik een volg. Als je jopo, en dan jopo voet hier, dan ben ik niks. Dus laten we met zijn structuur doen, een goede aanpak. Hierna maak ik contact met de minister, zodat de directeur contact kan treden. En inderdaad, datgene wat afgesproken is, ook uitgevoerd wordt. Daarvoor ben ik hier. Vooral. Begrijp je? En dan verlicht ik ook wel. Maar ik kan verlichten koers in een atti. Hoop hebben, geloof hebben. Ja. Het staatshoofd gaf de schooldirecteur ook mee om het bureau microprojecten van het kabinet van de president te benaderen om kleinere zaken gedaan te krijgen. Daarnaast kan de school gebruik maken van het internet en de computers van de Community Hub, die op loopafstand is van de school.